ambassadeur van Amerika. Commandant van Overschelde, Major Overschelde. Onze kapitein Welzijn, de directeur van de medische zending. Iedereen hier aanwezig en dames en heren van de media. Het is een heel mooi moment en om dit project om vandaag af te sluiten. En het is een project die aangeeft eigenlijk betrokkenheid, samenwerking en dienstbaarheid aan de Surinaamse natie. Betrokkenheid omdat we zien de passie van mensen om te komen. Niet alleen van helemaal South Dakota, they are coming from South Dakota, all our military personnel, here in Suriname, in Paranam, to serve, to help those who are in need. En aan de andere kant ook lokale partners. Onze eigen mensen, de medische zending die ons ondersteunt, maar ook de lokale tandartsen. En opticien Lornette, die ons ondersteunt om die mensen die behoefte hebben, die diensten te geven. Dit komt voort uit het beleidsplan van het ministerie van Defensie. Defensie naar een krachtig, kundig en flexibele defensieorganisatie dat geschreven is. Een van de missies is, we beschermen, maar we ondersteunen daar waar het kan. En dit is een project dat we ondersteunen. Ondersteunen omdat we weten dat mensen in moeilijke tijden niet altijd toegang hebben tot gezondheidszorg. En zeker mensen die wonen in kwetsbare gebieden, kwetsbare mensen, mensen die wonen in districten en die daardoor kwetsbaar zijn en omdat ze niet altijd die toegang hebben. En overal zien we dat mensen in de districten niet voldoende toegang hebben tot oogartsen, tot tandartsen. En het is heel belangrijk om die zorg naar ze te brengen. En dat is precies wat Defensie doet met operatie Grammati. Dit is de vierde keer dat we dit organiseren. En we zijn begonnen, de ambassadeur heeft het al genoemd, Albina, Apura, Sipaliwini, Brokopondo, Paramaka. Overal hebben we dit gebracht, ook boven quarantaine, Cornelis Kondre zijn we ook geweest. Vandaag zijn we hier. Het is een project dat er is om die samenwerking te versterken, maar ook die diensten te bieden. We zijn hier met 40 man, Defensie, samen met de mensen van South Dakota. En een week lang hebben we dus die diensten verleend. En u hoorde al, 1500 mensen hebben gebruik gemaakt van de diensten. Dit geeft aan dat de behoefte er is en dat we zullen blijven doorgaan om Grammati te organiseren.